Hey, welkom bij What's on Your Mind, je wekelijkse podcast over sales, ondernemen en persoonlijke groei. Vandaag hebben we Josselijn Heurs als gasten en over wat praten we. Onder andere over haar passie voor duurzaamheid. Maar daarnaast ook over bewustzijn, hoe ze in het leven staat. Haar, ik zou misschien zeggen, Moeder Theresa-syndroom. Een fantastisch inspirerend uh, gesprek met Josselijn. Geniet ervan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik had er net nog over gehad met een collega. Ze zei me letterlijk: Den um, dien, den dien is ik zo goed bezig en ik weet het even niet. En ik denk zo: Van ja, maar ik weet ik het ook soms niet eerlijk gezegd. En dat, dat, dat beeld. Kijk, ik. Ik zei het nog tegen haar. Ik zei, ik ben verleden week op de We Are Sales geweest, een event van sales dan En hij wordt dan herkend door natuurlijk, door de podcast en door je LinkedIn, et cetera, et cetera. En je krijgt dan soms ook complimenten. In, en ik herken me dat totaal niet En Ik denk zo, ik krijg dan ook klein beetje impostersyndroom. Toen ben je ook te twijfelen. En dan zie je dan andere mensen, die er op een podium staan, en dan denk je, oh, die kunnen dan een beetje uitleggen. En dan kijk je die titels en van die ronkende namen, en dan denk je... Prrr, Zo ben je zo te twijfelen ja. naar jezelf. Zo. En, ja, ik weet niet. Ik vind dat... Um, en ik bleef daar... Ik bleef daar heel... Ga ik dat gaan zijn. Ja, ik... Ja, ik weet niet wat ik daar moet omschrijven. Ik bleef dat een... een, een ik ga niet zeggen een struggle vinden, maar ik bleef dat wel een... een ja, dat durven toegeven van jezelf, dat was goed ja. En soms is dat er. En soms denk je inderdaad van ja. Ja, zoals ik dat net ook beschreven in ons vorige gesprek, je eh, dan iemand die zegt, ja, het was wel heel direct. En dan denk ik, ja, bedoel, was ik effectief te direct? Of heb ik iemand gekwetst? Ben ik dan respectvol geweest? En, en ja, soms doet dat ook pijn, vind ik. Dat je dan, dan zo, zo die ding hoort ja. en dat je dan... Ja, moet ik daar nu iets mee doen? Moet ik dat nu... Moet ik, moet ik nu veranderen? Want me wel toegeven, de tijden, vind ik, wel zijn wel veranderd. Ik kan niet meer zeggen zomaar... Ik hoorde dat iemand verleden week ook zei. Je kunt zomaar niet meer zeggen in publiek, vanuit een bepaalde rol, wat hij denkt over bepaalde thema's. Ja, dat past zo heel in die en ik heb me wel... Ja, ik heb dat wel... Alleen, dus nu, ik ben nu wel aan het switchen van context, maar om voelt voor terug te keren, ja, moet ik daar iets mee doen, en dat is iets dat... Ik weet het niet. Ja... Ik vind, blijf dan een moeilijke vinden, om hier eerlijk te zijn. Het is een balans, hè? Het is een balans dat je moet zoeken. hè. Ja, ja ik vind... Ik vind het, is, het is heel moeilijk, want je wilt heel authentiek zijn, je wilt bij jezelf blijven. Uh, maar waarom maakt dat, dat dat u raakt dat je direct bent? In mijn geval, mij raakte het wel dat, mensen, dat, de, dat de mensen zeggen van ja, je bent wat ongeduldig en je staat al geen erachter en ze zijn niet mee. Terwijl ik niet liever wil dan dat iedereen mee is. Want dat is veel gezelliger met z'n allen. Hè? Dat vind ik veel leuker. Dus dan denk ik, ah, wat doe ik toch fout? En, en, hè? Maar eigenlijk zijn dat niet de juiste vragen. Hè? Want ja, ik, misschien maakt dat gewoon ook mij. Misschien is dat, ik denk dat dat een zoek, Voor mij is dat een beetje een zoektocht naar wat is nu de authentieke Joselijn is en, en wat maakt daar deel van uit. Hè? Wie, wil ik ik, allee, wie ben ik eigenlijk? En wat vind ik belangrijk? Waar, 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 bij welke stukken blijf ik echt dicht bij mezelf? En welke stukken. Uh, en bijvoorbeeld moest ik iemand kwetsen of zo, dat zou ik heel erg vinden. En dat zou ik ook echt niet willen. Dus daar zou ik dan bijvoorbeeld wel wat mee opletten. Maar dan, then again. Als jij tegen mij uh, iets zou zeggen en ik voel dat aan als direct, dan is dat eerder mijn aanvoelen. Want als je datzelfde tegen iemand anders zegt, dan voelt hij dat misschien niet zo aan. Dus dat is echt een evenwicht zoeken. Maar tegelijkertijd... Uh, ja, trouw blijven aan jezelf. Dat vind ik wel heel belangrijk. En dat heb ik ook... Allee, dat ben ik... Dat is, volgens mij is dat een levenslang verhaal. Hè? Je, moet dat... ja. Je moet daar continu mee bezig zijn. Mm, en... Ja, en ik... daar ben ik volledig mee akkoord. Ik denk dat we... En ik vind daarin, dat dat privé, professioneel... Dat er lasten om ons geen spiegels zijn. En die triggeren ons. En het is niet omdat wij ons boos voelen... Of we voelen... Of whatever gevoel dat we krijgen... Dus wij die onszelf dat gevoel opdragen, getriggerd worden, en dan is het inderdaad onze, onze job om te gaan onderzoeken waarom triggert me dat, in plaats van dat te gaan projecteren en te zeggen van, joh, ja, maar Joselijn, weet je wel, ik voel me daardoor boos of gefrustreerd. Bijvoorbeeld, ik ben ook heel ongeduldig, en ik heb ook de neiging om ja, <coughs> ergens drie straten verder te zijn, terwijl dat de rest er nog staat. En ik heb daarin dus dit wel geleerd, dat dat, moet ik het gaan zeggen... In combinatie met een bepaalde beslissingsdaadkracht, ja. dat ik me dient te omringen met mensen die Tom of het tegenovergesteld hebben en die niet durven beslissen en die heel blauw, die he, dus heel uh, analytisch zijn en die tegen trekken. En dan komt er iets super moois. En dan weet ik van: we hebben elkaar nodig, maar hij dient wel te kunnen zeggen: This is my part, dat is doordat ik in elkaar zit. Ik weet dat hij zo in elkaar zit, dus ik zoek dat bewust op omdat ik weet dat uh, dat ik gewoon te snel ga voor bepaalde mensen en bepaalde zaken. Maar die er ook voor zorgt dat de dingen gebeuren en vooruit gaan. Want anders blijven ze altijd stilstaan en gaan ze achteruit gaan. Want mensen, bepaalde mensen hebben nu eenmaal graag om stil te staan. Ja, dat is waar. Ja, dat, ik herken dat volledig. Ik ben dus ook zo. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt. Ik zoek dan met opzet naar mensen hè, die dan meer de analytische zijn. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is, hè? dat je dat dan ook weer niet uit de weg gaat. Want ik merk aan mezelf dat ik wel al eens durf om mij dan te gaan omringen met allemaal dezelfde soort. En dan staan we er gelijk met een troep. Ging erachter, maar er is nog altijd niemand niet mee. En dat is niet slim. Je moet eigenlijk zorgen dat je van alles wat in je team hebt, hè? en dat je uh, inderdaad mensen hebt die inderdaad wat tegentrekken. En dan is het wel de kunst om dat, om dat te zien. Ik bedoel daarmee om. Om dat mechanisme dat zich dan afspeelt, hè, van ja, wij willen vooruit. En er is iemand die zegt van. Mm, maar zouden we niet en dat en dat. En om daar dan weer niet mijn geduld bij te verliezen. En om daar dan niet bij te denken van. Ja, maar ja ik wil vooruit. <laughs> en um, dat vind ik wel ook niet zo gemakkelijk. Um, dus uh, ik vind dat wel knap ja. dat je dat zegt, dat je daar naar op zoek gaat. Nee. Ja, ja. Dus. Ja, een ik weet het niet. Wat er voor mij enorm helpt, Jocelyn, is het feit dat ik intussen tijd realiseer, en nu gaan we wel diep spiritueel gaan, is dat um, wie dat wij denken dat we zijn, dat stemmetje in ons hoofd, eh, dat dat een bepaalde frequentie is die we kunnen indalen, zoals dat de radiostation is. En die stem die hebben we, sinds dat we op de wereld gezet zijn, en dat, dat we zijn daarmee geboren, we kunnen dat ook niet wegsnijden, en dat is een deel van onze overlevingshersenen. Alleen wie dat wij denken en ons wijs maken dat we zijn, dat, voor mij heeft dat nog de observator en dat is onze zijnsnatuur. En daarom dat ik dat zo belangrijk vind om van tijd tot tijd, en bij mij is dat in avonds en s ochtends, is dat meditatief, is dat gewoon stil te staan in de stilte en te kunnen kijken naar je gedachten en te beseffen dat er iets anders is dan een observator. Die, die kan kijken naar, dat, naar, die, naar, die, naar die conditionering, naar dat, naar dat, naar dat ikje. Hè? En dan te realiseren dat, hij, ja, dat dat een stuk geconstrueerd is. En dat dat een soort masker is. En dat dat jou is om te ontdekken van waarom draag ik dat bepaalde masker? Is dat uit een bepaalde self-defense dat ik dat aan heb? Of is dat wie dat ik zelf ben, bijvoorbeeld? Hè? Alle maskers die je draagt uit externe validatie hè, is typisch omdat je jezelf niet goed genoeg vindt. En iedereen heeft dat, by the way. En vandaar dat ik het oh, ja. heel... heel Ontnuchterend uh, kan vinden om zo naar mezelf te kijken, om dan te kunnen relativeren als er iemand anders dan me zo'n naam tussen haakjes aanvalt op ja, je bent direct, of je bent ongeduldig, of uh, je bent te rood. Uh, wij babbelen heel graag in kleuren en uh, of je bent niet blauw genoeg zo van die toestanden. En. Uh, en en voordat dan mezelf niet meer te identificeren... Want ik weet dat ik met dan mijn ego, aan, dus het ingebeelde ik, aan het identificeren ben. En dat zorgt voor heel veel tussen haakjes pijn natuurlijk. Hè? Omdat dat dan ja, je ego heeft dan... Nu, het klinkt theoretisch heel makkelijk hoe dat ik het uitleg. De praktijk is inderdaad mm -hmm. wel voor de rest van mijn leven. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik wel lichter kan leven. Ja, snap ik wel. Ik moet wel zeggen dat, dat toen we wat denken, dat je daar juist over die maskers sprak... Dat triggert mij dan wel, want ja, hoe ben ik beland waar ik vandaag ben als ondernemer? Dat is ook wel door allerlei maskers af te gooien. Um, ik, ik ben sowieso een, echt een rooie. Laatst had ik nog met iemand een, een, een sessie en die zei, ja, als ik een rooie bal in mijn handen hou en ik gooi die, jij loopt daar gewoon achteraan en probeert die een bal te vangen en met alle wil van de wereld zal je dat ook wel lukken. Maar soms moet je eens nadenken, van, is dat wel voor mij die een bal? Is dat wel... Allee, is dat mijn probleem wel? Hè? Dus, um, en, en dat heb ik jaren gedaan. Hè? Iemand gooit een rode bal en ik was weg. En ik heb uh, dat echt moeten leren van wie ben ik. En, en welke rode ballen zijn er nu voor mij. Ik heb uh, jaren gedaan wat er sociaal gezien van mij verwacht werd. Hè, vanuit mijn ouders, vanuit mijn omgeving. Hè. Ik heb dan uh, universiteit gedaan omdat mijn ouders dat belangrijk vonden. Ik ben dan bij een bank gaan werken. Terwijl ik altijd gezegd had: van, ik ga nooit bij een bank werken. Maar ik deed dat toch. Uh, maar dat heeft mij allemaal. Alleen dat heeft mij zeker wel dingen opgebracht in de termen van ik, ervaring. Hè. Dus dat heeft mij zeker wel gebracht waar ik nu ben. Maar ik heb wel het gevoel dat ik nu veel, veel dichter ben. Ja, voilà. want dat is het. Dat was het masker hè, wat je daar juist zei. Heel herkenbaar. Hè? Veiligheid. Hè? Want mijn ouders zijn in een bank en dan hebben ze jobzekerheid. Maar eigenlijk moest ik dat helemaal niet hebben, want ik wilde, dat interesseerde mij eigenlijk niet jobzekerheid. Maar ik deed dan dat omdat dat bij die angst op mij, zo wat je, ja, gespiegeld werd, eigenlijk, dat je daar juist zei. En uh, kijk, ik heb jaren zo gewerkt en jaren uh, op zoek gegaan naar wie ben ik dan wel ben. En het is maar met het met overlijden van ons papa. En het besef van dat kan hier van een ene dag op een ander gedaan zijn. En wat zend ik eigenlijk aan toen? Dat het stille zaan, hè, want dat heeft lang geduurd, begon te dagen van ja, de, deze is niet het leven gelijk dat ik het wil. Um, en dan zo, als je dan terugkijkt naar wie dat je waard als kind en als tiener. Dan was ik de wereld En dan was ik gewoon iemand die met warm hart naar de wereld keek. En, ja, dat heb ik echt wel kunnen terugvinden door, eigenlijk door geconfronteerd te worden met de eindigheid van het leven. Dat klinkt nu wel even heel, heel diep en nee, raar. Nee, maar, bij, Misschien, bij, maar... Mij, bij mij was het ook zo. Hè. Dat is net hetzelfde. Ja. Ik, onze zoon was zes maanden. Ik stond bij de dokter en hij zei: er is kans dat je geweest bent bij een andere dokter. Anders was hij drie maanden dood. Dus dat, bij mij is dat hetzelfde geweest. En op mijn 34 heb ik zelfs proberen het leven te stappen. Um, dus mm. dat, 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 is, dat is hetzelfde. Dus dat is weten van. Ja, allez, moest het morgen gedaan zijn, ik, kan ik dan zeggen dat ik vandaag een goede dag heb gehad? Ik bedoel, ja. heb dan het leven geleid dat ik wel de leven En als het antwoord nee ja. is, dan moet je dat proberen te veranderen natuurlijk. En ik, voilà. ik heb dat ook gedaan. Ik heb wacht gestoken achter kostuumjes en uh, titeltjes en, en, en veilige bedrijven en dat al. Terwijl ik denk: van, mm -hmm. ik wil hier dag helemaal niet zijn, ik wil ik mm -hmm. muziek ga gaan spelen. Ja. Ga ik, denk, ik inderdaad iets doen in de verkoop, maar niet op de klassieke manier. Niet de corporate way, het moet authentiek zijn, moet we mij passen. En als het niet aan mijn krant past, dan doe ik het niet meer. Maar dat heeft voilà. jaren geduurd om verantwoordelijkheid te nemen en te durven naar leven. En inderdaad, een van de dingen is: is het is makkelijk om tegen je kinderen te zeggen, hey, volg je dromen, volg je hart, maar je het zelf niet toepast, dat is een grote hypocriet. Ja. Dik, maar dat, dat zien ze wel nu. Mijn kinderen die zien dat wel. Ze zeggen dat ook wel. Ze van, dat ik veel gelukkiger ben. En dat, ze merken dat wel aan mij. Ze zijn al op een leeftijd dat ze dat kunnen merken. Maar ik zeg dat ook vaak van ik doe nu echt wat ik wil doen. En ik denk dat ik kan daar echt over nadenken. Van, vind ik deze nu eigenlijk leuk? Daar straks nog ik was me iets bezig en ik dacht. Goh, ik voelde zo mijn energieniveau zakken. en ik dacht, volgens mij ga ik deze niet meer, niet meer te veel moeten doen. Want ik vind dat niet leuk. En ik, dat klinkt nu misschien zo'n beetje. Alleen, sommige mensen, als ik dat daartegen zeg, dan hij zo van ja, maar je moet toch altijd iets doen wat je niet leuk vindt. En dat is waar. Hè? Bedoel, ik bedoel, ja, zo de administratie soms, dan denk ik toch ook van brrr. Maar dat heeft allemaal tot een groter geheel. Dat leidt allemaal tot een groter geheel. En dat is mijn eigen zaak. Hè? Of hier iets met de container. Alleen, dat zijn allemaal dingen waarvan ik ja, vol passie insta. En, en dat hoort wel allemaal bij mij. En dan kan ik dat wel opbrengen. Maar je hebt dingen waarvan dat je nu al weet van. Eén keer, goed dat ik dat geprobeerd heb, maar ik doe dan niet meer, want ik word er niet blij van. En dan zeg ik dat ook, ja, ik word er niet blij van. <laughs> ja, het is, is daarmee, ik, ik leerde dat van Jan Bommeré een hele tijd geleden, die, uh, die sprak in plaats van in plaats van je bezig te houden met time management, zou je beter bezig zijn met energy management. Want inderdaad, wat zijn de dingen in je leven, die je energie geven en die energy drain? En voor mij is dat inderdaad een superbelangrijke. En ik krijg ook ons team zo in dat die allemaal zoveel mogelijk taken nemen die energie geven en de energy drain taken die zoveel mogelijk weg te nemen. En ik bedoel, iedereen is zodanig uniek. Dat, je, dat er wel ja. altijd iemand is die bepaalde dingen, ja, hij zegt nu, als ja, minderke mensen die daar echt de max, de max vinden om dat te doen. He. Ja, ik weet het. Dus, ja. uh... en, die moeten dan bij, ja. en dat is het juiste clue van in een team. Dat, het, het coole daarvan is, als je nu een, een heel divers team hebt, is dat je mensen kunt bij elkaar zetten, waarvoor dat een bepaalde taak voor de ene is energy draining en de andere denkt, oh, dat wil ik heel graag doen. Maar echt, hoe top is dat dat je elkaar zo kunt aanvullen? Maar alleen nu zijn we zo hè, in die richting, maar dat is voor jezelf ook. Hè. Ik bedoel, ik probeer Tuurlijk. mij ook wel te omringen met mensen die dingen graag doen die dat ik, ik niet zo graag doe. En ik gun die mensen dat, want ik ben keihard blij met mensen die daar hun passie volgen en die vooral doen wat ze graag doen, want dat zijn. Ja, gepassioneerde mensen, dat is plezant, daar heb je een klik mee. Maar ik vind het wel belangrijk dat iedereen gewoon graag doet wat dat hij of zij ja. graag doet. En ik vraag dat ook, hè, als ik met mijn copywriters samenwerk, dan zeg ik, vind je het nog leuk? Ik vind dat echt belangrijk. En als die dan zegt, oh, deze vond ik nog niet zo leuk, ja, dan gaan we dat ook anders aanpakken. En ik vind het ook wel belangrijk om dat bij andere mensen te initiëren, dat ze daarover nadenken. Want we zijn nog maar niet zoveel die zo nadenken. En dat vind ik wel heel spijtig, hè. Um, ik was er van het weekend nog met iemand over aan het praten. Heb zoveel mensen, um, en, allez, zonder uh, mensen te veroordelen, dat, hè? Nee. alle respect, maar heb mensen die zo leven van vakantie tot vakantie? Zo van, of, of van ah, weekend tot weekend? En, ja, ja. En dan denk ik, bij mij is dat echt niet. Bij mij is dat totaal en, niet. En dat ook niet. En, en, ja, dat vind ik super belangrijk dat ik echt gewoon ook in de week dingen heb. Om, nou, allee, ja, nee, ik kan me dat totaal niet voorstellen. Hoe, erg, allee, hoe moeilijk moet het leven wel niet zijn als je zo moet leven? Want ja, dan staat je er ook niet bij stil. Het dat, is dat, zo belangrijk om te weten waar je blij van wordt. Dat is, dat, en, en dat moet meer zijn dan gewoon het weekend. Hè? Dat moet, ja, je zit zoveel op je werk. Ik kan eerlijk ja, zeggen dat mijn, ja. werk, mijn werk is mijn passie. Ik werk niet. Nee. Ik amuseer me. Ja, en, da, en dan krijg je toegang tot een soort intern vuur die blijft branden, vind ik Dan sta je elke dag sta je op met een smile en heb je hoesting. Want uiteindelijk, je zegt daar ook iets in het weekend. Maar kun je het dan om, laten omringen met mensen die ook die energie uit je zuigen. Hè? De zuigtabletten. Dan kies ik liever voor mensen <laughs> met laten omringen met bruistabletten. Ja, maar nee. En. Dat is, dat is ook, ook dat hè, bewustzijn. Wat krijg je energie van en van wie? Hè? Of wie is er in je omgeving die ja, ja. energie zit te zuigen? Hè? Maar dat is een moeilijke, hè, Peter. Dat vind ik een moeilijke. Want dat, dat, ja, dat vind ik echt een moeilijke. Ik had daar laatste gesprek over met een goede vriendin van mij. Hè. Ik ben zo de typische. We hebben het de zorgclub genoemd. Ik ben zo wel iemand die wel Moeder met Teresa, gemak... De Theresa, de people ja. pleaser. Yes. En daar moet ik echt mee opletten. Want. Ik verwar dat heel vaak met een warme mart. Want ik, ik heb echt een warme mart voor mensen en voor dieren. En, hè, ik, ik, wil, ik wil dat iedereen het goede heeft, het liefst van al. Hè, en overal wat je zonder. En, maar er is een verschil tussen mm -hmm. zorg, de, zorgen voor een zorgclub en een warme mart hebben. En, en ik vind dat wel een moeilijke. Zo, dat is iets waar ik nu heel veel over aan het nadenken ben: van, okay, hoe sta ik hier nu in die relatie? Is dat nu, of in die vriendschap? of hè, Is dat nu omdat ik dat omdat ik dat doe vanuit de warme hart of vanuit het feit dat ik daar iets uithaal? of is dat hier weer Moeder Teresa die aan het spelen is? Dat is de moeilijke. Zo. Dat zit zo in mij en in mijn systeem en mijn DNA, van jongs af aan al, dat, 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 dat ik daar heel moeilijk onderscheid in kan maken. Ja. Maar dat is op zich ook niet erg, Jocelyn. Het feit dat je het bewust bent en dat je die vraag dat je vertraagt en je de vraag stelt zit ook het antwoord in. Het is ook niet de bedoeling dat je perfectie nastreeft. Gewoon het feit dat je bewust bent en dat beseft, dan ja, dan oké, okay, dat is goed. Dat Ik ben hier moeder Theresa aan het spelen. Oké. Okay. Dus noods kan je dat benoemen. En dat is... Ik heb dat ook gedelen. Um, en heel die periode die de afgelopen twee jaar gebeurd is, heeft het voor mij heel makkelijk gemaakt, omdat je, ja... Kun je, je kan heel makkelijk westen. En je kom heel makkelijk wegstoppen, eerlijk gezegd. En... Ja... Tch. Ik denk dat dat ach, moet je nog zijn. Dus op zijn ogenier, maar ik het, het is dat bewustzijn die ervoor zorgt dat je, dat, dat oké okay is. Dat, dat, allez, dat is waar. Ik, ik denk uiteindelijk dat dat, 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 dat dat gaat over zelfliefde en zelfliefde is voor jezelf opkomen en je boundaries assertief afbakenen en zeggen van dit, 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 dit is niet meer een gezonde relatie. Dat is hier. Uh, iets die, of iemand die continu pakt, maar er, er, er zit, er zit, dat is niet gezond. Dat is, niet, dat is geen echte liefde. Liefde is niet pakken. En nu kan okay, je wel um, meer in de liefdestaal spreken. Ik heb het niet over romantische liefde, vooral duidelijkheid. Um, ja, en sommige mensen profiteren er ook van. Ik hoef je dat niet uit te leiden. Hè? Oh, ah, Ja, ja. Lijn, ja maar die zou bij die, die jou ja zijn. Nou, makkelijk kind. Voilà. Ja. En, ja. en die mensen, ja. en je, bel, je denkt gewoon in als ze probleem hebben. En als ze geen probleem hebben, dan horen ze niet. Ja, o oh ja, dat gebeurt heel vaak. Ja. Maar, maar inderdaad, maar het is wel maar een oefening van de laatste. Twee jaar, denk ik, dat ik daar drie jaar. Nou, nee, het zal wel voor corona geweest zijn. Dat ik mij daarvan bewust nog maar ben. Dus, Want het begint allemaal met wat je zegt. U ervan bewust zijn, dat is nog maar het startpunt. Hè. En het is inderdaad waar, ik moet daar niet perfect in zijn. Pas op, ik denk niet dat ik echt per se perfectie nastreef. maar dat dan eerder mijn een ongeduldige aard zoiets heeft van. Allee, we zijn er weer in getrapt. Ja. Ik wil dan zo rap mogelijk zoiets hebben van. Ik heb dat maar hier kijk, onder dat, controle. Ja, maar dat, maar dat is net. Je kunt dat niet onder controle hebben en dat is weer met dat ego. Ik beschouw dat als een doelstelling, maar moest je kunnen zeggen tegen jezelf van, het is weer gebeurd, maar ik, 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 ik kijk naar mezelf uit liefde en ik vergeef mezelf dat, ik heb ervan geleerd en I move on. Dat is een heel ander ding, dat je, je bent, wat je nu aan het doen bent, is zelfafwijzing. Je bent jezelf een beetje aan het afkeuren, zo. terwijl zelfliefde is kunnen zeggen tegen jezelf, oké, okay, we learned... Goed, volgende keer beter. Morgen, nieuwe dag. Ja. And let's do it again. Zie, is niet, zie de, de fijne nuance ja, twee? Ja, dat is een nuance. Ja, ja dat is niet, niet altijd evident. Ik, inderdaad, ik durf dat wel al eens in, in de afwijzing te vallen. Dat is waar. Maar is dat ook niet een beetje. ik wil het daar niet op steken, maar ik, denk dat dat, ik herken dat wel ook van, van pakweg tien jaar geleden, als ik dan nog echt zo in loondienst werkte, de prestatie. De dat, ik heb dan nog wel zo, zo dat prestatiegevoel van nou oh, je moet iets en je moet vooruit en je moet je moet je moet en dat komt daar wel wat van zo, dat je dan je eigen zo wat, ja, ja. doelstellingen oplegt maar waarom? Jocelyn, ja het is daar waarom um, de, de, ja want dat is mentaal ook over in je podcast hè. sowieso zijn we in school ge geconditioneerd met um, 7 op 10 en nog drie op tien taal. Maar niet content zijn met die 7 op 10. En, die, 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 en dat wordt... ik zat, zat toevallig vanmorgen de, aan de schoolpoort te babbelen met een, een vrouw... ...waarvan haar kinderen super succesvol zijn in sport. Ik denk dat de ene, wat is het, atletiek of turnen of zo... ...dat zijn kinderen van tien jaar of zo, hè, of dertien jaar... ...die zo meedoen aan het wereldkampioenschap turnen. Hè, dat kan ik wil zeggen. Wow. Dus die worden gescout en al. En een andere zoon die, die mocht dan meedoen... Pardon uh, bij uh, wat is het waren bij de bij de, uh, bij de politie bij de voet voetbal en uh, dat, kind, uh, dat kind is na twee jaar zeker ben ik keer afgekeurd zo gewoon in de mail zo ja, je moet niet meer komen het is dan maar voor een kind van tien jaar denk ik allez, ik zeg uh, ik ben zelf een enorme strever ik geef dat eerlijk toe we doen ook op alle gebied hè, en er zit daar een reden achter hè, pest geweest en en dan op een keer door de uithangt, dan kun je dingen bereiken naar start-ups, rood en, start en al. En dan zijn je voor de buitenwereld succesvol. <laughs> het is wel omdat er trauma's van je kindertijd achter zijn in de tussentijd. Want dat altijd op zoek is naar die de compensatiedrang. En dat gaat er nooit uit gaan. En het heeft zeker geen windeieren gelegd. Tegelijkertijd moet je er wel voor opletten dat je dat er inderdaad. Dan kom je, dan spelen je maskers. En dan heb je dat al net ook gezegd. Dan, dan, zat je, dan, dan heb ik gerealiseerd dat ik mijn, mijn, mijn ladder in een verkeerde boom of verkeerde uh, berg heb gezet en zit er wel succesvol, maar staat dat zodanig ver van jezelf, omdat je niet meer jezelf herkent, of dat je niet meer weet hoe je bent zelfs, of dat je niet meer kan voelen. Ja. En, en dus die, 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 die prestatiedrang, we worden daar letterlijk mee, mee, mee uh, alle, uh, ingelepeld, dat gezegd zijnde, er is niet verkeerd voor een keer, alleen moet nog gaan zeggen, je kunt ook de andere kant hebben, bij wij dat je niks maar niks van... van, van alleen, het, is, het, is, het is door te stretchen uit de comfortzone te komen dat je groeit. Dus ik vind het dan ook weer leuk om daar een klein beetje op die grens te wandelen. En dat is dan weer het andere extreem. Dus het is weer typisch in die, die balans eigenlijk gaan vinden, natuurlijk. Hè? Uh, dat is, alles is evenwicht. Hè? Dat is een heel moeilijke oefening. Um, maar maar dat, ik heb dat ook wel. Hè, want ik, ben nu dan, ik doe nu wat ik graag doe. Ik heb met mijn bedrijf um, volgens mezelf... Ik ben echt dicht bij mezelf, hè? Bij, bij wie dat ik ben en wie dat ik authentiek ben en waar dat ik voor sta. Maar dan nog hoor ik mijn eigen ook wel zeggen, maar ja, ik ben dan toch ambitieuzer dan wat ik nu doe. En ik wil nog dat en dat en dat en dat. En dan soms denk ik, van en waarom wil ik dat weer? Maar dat is ook die strever, denk ik. Ik ben nog aan het zoeken, hè? is dat nu die strever of is dat nu echt wat ik belangrijk vind? Dat, dat vind ik een moeilijk evenwicht, want ik vind het wel belangrijk om zoveel mogelijk impact te maken, want... Uh, in de wereld waar ik bezig ben, dan ga ik het vooral over zoveel mogelijk ja, bedrijven meekrijgen in Afraal. En hoe meer bedrijven dat ik meekrijg, hoe beter dat is voor iedereen. Maar, maar dat moet wel de drijfveer zijn en niet per se van ho, oh, kijk eens hoeveel impact dat ik hier gemaakt heb. Ik heb er zoveel bedrijven ja. omgezet en hè, dat, dat mag niet de bedoeling zijn. Dus dat is dan weer, dus en... weer, dus weer ego, maar dat is weer bewustzijn ook. Hè? Ik bedoel, ja. um, ik was twee weken geleden aan optreden en uh, ja, dat was vanaf nood één, dat publiek, dat was in vuur en vlam, tot duizend man te dansen, twee uur aan de stuk. Ja. Ik, zat, ik weet nog goed, ik zat in mezelf te denken, mijn dialoog zo. dat is nu wel een eeuwig moment, he, man. Ik bedoel, pff, je nu zelf niet de max vindt, he. maar dan, het was ik in mezelf, mezelf bam, ja, ego, nu kan je dat inderdaad genieten, maar als het hier gedaan is, is het ook effectief gedaan. Dus, en, um, ja, Ja, dat is zo. Ik, ik snap perfect wat je bedoelt, want ik ken, dat ook, ik ken ook die, die, die tweestrijd van het is hoe dat is en tegelijkertijd, maar zo brandend ambitieus om inderdaad een impact te maken, niet gewoon voor mijn eigen tevreden. Want ik denk, ja, ik bedoel dat spelletje net al lang gedaan, dat is nu zo spectaculair, is dat niet, ik word er ook niet gelukkiger van. Um, en ik denk ook niet dat, dat, dat er iets verkeerd is met ambitieus te zijn, zolang dat de actie die je hier en nu neemt, dat die gealineerd is met wie dat je bent en dat hoe voelt en dat dat niet je jezelf niet forceert. En dat, je in, en dat je het inderdaad ook niet doet voor externe validatie. Zie je? Um, ja, dat is plus, waar. plus, als je het dan ook nog een keer overgeeft, de dus surrender doet aan het universum, ben ik ook overtuigd dat er ook een manier is om grootste dingen te bereiken zonder dat je daar heel veel moeite voor moet doen. Omdat ook een ander ding is dat wij getraind zijn, dat je voor grote dingen hard moet werken. Terwijl moest, iedereen, moest dat het ticket zijn, dat was iedereen die hard werkt, en dat zijn veel mensen multimiljonair. En dat is niet zo. Ja, ja. nee. Ja. Nee, dat is waar. En, en de clue is om, om. Ik denk ook wel, en, en ik merk dat aan mezelf: van als ik het graag doe, dan kan ik dat met zoveel passie en vuur doen, dat ik wel mensen kan meekrijgen daarin. En um, ik denk dat dat vooral de clue is. Om te vinden waar dat uw vuur verbrandt, om het zo te zeggen, waar dat jij voor, voor, voor sta. En als je dat gevonden hebt, dan is het bijna een beetje Law of Attraction, hè? Want dan, dan beetje, gaat er gewoon. een beetje echt... veel. Ja, ja en, dan, en, en dat merk ik zelf nu ook, hè, hoe, hoe dat kijk ik op die jaren. Hè, want hoe lang ben ik er nu? Papa is nu bijna vijf jaar dood, en, en, en het heeft me toch wel een dik jaar gekost om, om, hè, om daarover te geraken en om daar. Ik ben daar nog altijd niet over, maar om daar toch iets of wat uit te geraken en om daar zo mijn pad in te vinden. Dus pak dat ik nu 3,5, vier, vier jaar er nu zo in die richting zit. En er komt alsmaar meer mensen in datzelfde stramiel ja. op mijn pad. Ja. Hè? En dat vind ik wel fijn om te zo, zien. He? En dat is die law of attraction. Want het trekt dan inderdaad. Het is dat je een bepaalde frequentie intunt en je trekt dan effectief ja. mensen ook aan van diezelfde vibe, ik weet aan de karten ook zo leren kennen. Ja. En dat gaat al vanzelf. Dat, die, het is ja. leuk om bij die mensen te zijn, dat gaat vanzelf. Het staat elkaar. Ja? Ja? En je voel je ook niet. Dan op een keer voel je part of zo'n zo tribe dat je denkt. Oh, hier hoor ik thuis. Terwijl vro vroeger was ja. dat zo bij mij zo: ja, hier hoor ik niet thuis. Dat is, nee, dat is het niet. Dat is het niet. Dat is dat is ja. ook niet. Dat is het ook niet. En uh, ja, ja, dan. dan ja. ja, dat is zo. En dan, en dan zo, als je dan niet thuis voelt. Ik, ik weet nog dat ik zo mijn momenten dan. Dan ging ik, eh, vrouwen, dan ging ik shoppen. En dan kocht ik zo kleren waarvan dat ik dacht dat ik die moest aandoen in die rol dat ik had. Echt wat jij daar juist zei met die kostuumetjes en zo. En nu, I don't care. En ik, ik doe gewoon wat ik wil. En je trekt zo fel de mensen aan die die bijna op je pad moeten komen. En dat is echt wel prachtig om te zien. Eens dat je dat beseft, kun je ook nog veel meer loslaten en meegaan in die flow. En dat, dat, dat is ook wel iets dat ik heb moeten leren, Zou dat loslaten, want dan dacht ik, wacht, 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 en, en, en zo'n beetje te veel nadenken, terwijl nu heb ik zoiets van, ik zie het wel, en als het goed voelt, dan doe ik het gewoon. En, um, dat en, en dat heeft me al zoveel opgebracht, en dat is gewoon plezant. Ook privé, hè, dat brengt ook vriendschappen teweeg die er gewoon jaren geleden niet waren, en dat is prachtig om te zien, hè? dat je zo dicht bij je eigen kunt zijn en, ja, Maar, het, ja. dient wel, maar het... het dient wel, je, jezelf niet in de weg te staan. Wat je gedachten en dat stemmetje, dan naartoe luisteren, dan sta jezelf niet in de weg. Je moet voelen. Ja, hij je overgeeft aan dat het kan zich ontvouwen in of door jou, dan gaan er magische dingen gebeuren. Maar als je natuurlijk dat wilt controleren en met je hoofd probeert te benaderen... Ja, dat werkt niet nu, nee, dat is waar. is het is inderdaad, het is voelen, dat is law of attraction. Dat is letterlijk waarbij dat je het voelt alsof die situatie al is. Of dat je het al ja. hebt, of dat, et cetera. En dat was voor mij, ook een van de lessen dat ik leerde, dat ik er lange tijd over gedaan heb, is dat ze worden getraind met het, uh, de woorden, je moet veel dingen doen, daardoor ga je dingen hebben, en als je dan die dingen hebt, zal je dan zijn, succesvol zijn, gelukkig zijn. Maar het, is, maar het werkt zo niet. Het is eerst yeah. zijn, dan doen, en dan hebben. Dus ja. eerst, als je nu gelukkig bent of succesvol bent met hetgeen dat er is, daardoor ga je alineerde actie ondernemen. En doordat je alineerde actie onderneemt, ga je als een byproduct gelukkig zijn of geld zijn, of een combinatie van de twee of whatever dat je wilt. Ja, wat je wil bereiken. Want dat is ook nog iets dat verschilt van mens tot mens. Want er zijn mensen die hun geluk meten aan het geld dat ze verdienen, maar dat heb ik totaal niet. Ik, ik, ik zeg het, ja, bij mij is het vooral impact. Hè. Vooral mensen bereiken... En dat, dat werkt wel zo. Ik merk dat wel zo dat er heel veel mensen zo beginnen van. Ah ja, ja maar hij zit die van die duurzaamheid. Hè? Uh, ze zeggen nog net niet van. Ah, hij zit die geitenwolle sok. Maar als ze dan met mij praten, dan merken ze ook dat ik helemaal niet zo geitenwolle sok ben. En dat is exact wat ik wil bereiken. Hè? Dat maar, je, dat, maar dat, dat, toch je, al, dat ja. is er toch al voorbij. Dat is sustainability of duurzaamheid, dat er nog geitenwolle sok aan is. Oh. Niet de Peters. Het is genoeg. Oké, okay, ik kijk nu naar de Sarah Parans en de, 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 de noem ze ja. Brit Bucsine. Brit, Brit, Bussijne. Brit Bussijne. Allee, kan je verzekeren die ja, Wolle wollen sokken toen ze hier toe kwam. Nee, nee, nee. Ik kan nu niet zien wat sokken dat heel net, maar fijn. Het uh... <laughs> zijn ook geen gaten, wollen. Alleen, ik bedoel ik heb dat de dames ook van van zonder zeever podcast dat er ook een beetje een sfeer zit. Ik vind dat ja. toch dat dat is een kan ik ga niet, of, van dit bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. die naar de, de paardenstaart. Ja. Maar voor van de rest, kan ik, ik vergeet dat ook? Een marketeer. En, en die babbelde over melk uh, gaan maken uit okselhaar of zoiets. Dat, is zoiets dat, die, dat die zijn zijn is was zoiets dat hij vertelde van zijn presentaties. Hilarisch. Het was zoiets in die stijl. Um, ja. Dus, pff, maar ik kan me wel een beeld van ja, de gemiddelde, ik... de gemiddelde ja. burger. Dat hij zo kijkt: ja, duurzaamheid, wat ja. is dat voor het? Voilà. Want vergeet niet: hè, met die Law of Attraction komt wel dat je een beetje in een in your tribe terechtkomt, your vibe is your tribe. En dat is toch iets dat ik ook wel merk en dat wel een risico is, is dat je je continu in die kringen beweegt, als je begrijpt wat ik bedoel, ja. en, en, en dat je wel nog vergeet dat er wel nog andere kringen zijn ook. En daar word ik wel op gewezen op het moment dat ik bijvoorbeeld een lezing ga doen hè, over duurzaamheid. Garantie dat ik die vraag krijg, en ik had ze vorige week weer, zeg maar waarom moeten wij eigenlijk daar uh, hè, op dat ecologische of op die duurzaamheid inzetten, als ze in India gewoon de hele tijd alles in de rivier aan het gooien zijn en aan het lozen zijn. De typische. Die krijg je twintig jaar geleden al, die krijg je nog steeds. En de, de, pas op, de, echt nog heel veel. Echt nog heel veel. En, en ik vergeet dat soms, maar dan zo, als ik dat weer eens schat heb, die vraag of zo'n andere soortgelijke vragen, dan besef ik het wel weer. Want we zitten in een tribe van mensen die bezig zijn met de dingen. En dat gaat niet alleen over duurzaamheid. Hè? Ik bedoel daar ook mee, dat zelfontwikkeling, zelfontplooiing, levenslang leren, hè? maar ook over je, bij je, dicht bij bewustzijn, jezelf zijn en zo. Dat, ja. Ja, het ja. dat blijft een klein clubetje. Zo. Ja, dat klopt. En als ik het natuurlijk. Ik heb mijn rol in op Solid waar ik ook wel. Hij zit al in een bepaalde rol of titel. En ik um, denk niet dat ze daar heel veel naar mijn podcast luisteren. Over bewustzijn. En uh, sommigen weten dat natuurlijk wel dat ik daarmee bezig ben. En dat dat een van mijn stokpaardjes is. Tegelijkertijd is dat ook een uitnodiging, omdat dat soort omgevingen ook triggert. Snap je? En je kunt geen mediteren, mediteren op je matje. Dat is hoe, ik doe dat ook. Niet op een matje, maar kom. Um, maar dat soort dingen, om daar te blijven staan, bij jezelf te voelen, bewustzijn te kunnen creëren en daar te kunnen zeggen, van, dat is in je projectie of identificatie, en dan naartoe kunnen kijken, dat is pas de, de les en de en dingen. Tegelijkertijd vind ik ook wel dat. Um, het leven en het universum is niet lineair, dat is exponentieel. En ik ken nog latchers en ik kan aan die aan het smelten zijn, kan je verzekeren, <laughs> dat is exponentieel. Maar dat betekent ook, als die tribe groter wordt en ieder, ieder member van de tribe, die spreekt drie personen aan, dat is exponentieel, dat wil zeggen dat er op een bepaald moment geloof dat als 10% is van een groep, dat op een keer tilt en dat dan op een keer ja. En je hebt dan de typische marketing toestanden, early adopter en trendsetter en dan early adopters en de leggers ja. en dergelijke meer. Dus er, er is sowieso, en ik bekijk dat dan ook bijvoorbeeld het Wayne Dyer, 50% van de wereld is voor je en per definitie is 50% tegen je. Wat hou je dan bezig met die die voor je zijn? Hè, ja? Ik had ja. gisteren ook een vriend, ja, drink jij een alcohol mee en dat is voor je karma. Ik denk, ja, dat is ook een beetje simplistisch, maar... Oh ja, whatever. whatever. <laughs> Het ja. is wat het is en denk zo. Voilà. Ja. Maar wat ik wel wil weten, want de hele tijd zit er vragen in mij te primen, Josselijn, is het volgende. Um, ik ken dus de twee, hè. Ik, ken dus letterlijk, uh, ik, ik werk voor een bedrijf, in een bedrijf en aan de andere kant heb ik mijn eigen bedrijf. En wat ik wel merk in die twee jaar, is dat, dat één, dat dat verandert en twee, dat dat dan aan het vormen is. En dat, dat ik heb heel lange tijd geen coaching doen. En uiteindelijk is dat dan iemand die blijven vragen heeft voor dat wel te doen en ik dat wel gedaan En um, hoe, hoe, hoe heb jij voor jezelf eigenlijk, dat voor jezelf, voor je bedrijf, gezegd dat ik ben daar een jaar, een jaar en een half mee bezig, geweest, dat dat helder was voor jou van dat ga ik doen met Axudo. Hoe, hoe zei dat toegekomen? Dat dat klikte. Ik denk, allee, ten eerste, dat, nu klikt dat, maar dat is iets dat gaat veranderen nog. Hè. Dus voor mij is geen eindpunt. Hè. Maar hoe ben ik daartoe gekomen? Ah, dat, is echt weer zo, ja, dat is ook weer love attraction, denk ik. Ik was op een bepaald moment... Ik ben eigenlijk begonnen met, hè, met het feit dat mijn papa overleden was, met beginnen na te denken van, zeg, is dat nu wat ik wil nalaten aan deze wereld? Hè? En uh, het antwoord was Nee. En uh, ik heb ook twee kinderen, dus je denkt daar wel over na en je begint wat te lezen. En ik moet wel zeggen dat ik altijd al van, als ik, ik heb lang een team geleid en zo het, het, het uh, complementair maken van mensen en het zoeken naar oh, die doet dat wel graag en die doet dat niet graag en die is daar sterk in. Ik heb het altijd heel graag gedaan, maar ik werd daar altijd heel veel in tegengewerkt uh, door uh, door een aantal, ja, laat zeggen, een aantal rollen die dat... dat ja, nee, je moet volgens de vacature en mm. Dus dat heeft mij altijd wel... Geïntrigeerd van waarom kan dat niet? Waarom vinden mensen dat dan betaald? Waarom kan. Want volgens mij is dat wel de toekomst. ben daarover beginnen lezen, lezen, lezen. En op een bepaald moment heb ik een artikel gelezen over dus hoe dat je teams best samenstelt. En dat dat jobcrafting ja. en, en, en jobdesign en dat soort ja. van zaken. En een beetje verder in dat artikel stond er iets over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan werd dat beschreven. En dat was echt alsof dat de hemel open ging bij wijze van spreken. Ik dacht echt dat heen een naam of wat? En uh, dat wist ik toen nog niet. En uh, ja, ik las dat en ik dacht, dat is het. Hè? Dus ik ben dan onmiddellijk boeken gaan kopen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En nu noemen we dat vooral duurzaam ondernemen, dat bekt ook wat gemakkelijker. Um, en ik ben dat beginnen lezen. En hoe langer dat ik dat las, hoe meer dat ik zoiets had, deze is wat ik wil gaan doen. Sowieso, dit is het. En uh, ik moet wel zeggen dat, ja, dat, dat, dat ik toch... Het heeft een beetje te lang geduurd, denk ik. Hè? Want dat was dat weer die angst en die onzekerheid uh, voordat ik het echt gedaan heb. Maar ik ben dan gesprongen op een bepaald moment. En ik ben dan gewoon. Uh, iemand zei tegen mij: Als jij een echte ondernemer zijde, dan springde jij gewoon. En ik dacht: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Dus ik ben gewoon gesprongen en dan klikte het nog niet. hoor. Dan had ik het nog niet hoe dat ik het ging aanpakken en, wa en wat juist. En dus gewoon bij een paar bedrijven die mij, dank u wel, de kans gegeven hebben om dat uit te zoeken. En dan had ik wel zoiets van: Ja, uh, ik moet hier wel iets gestandardiseerd gaan maken. Dat voelde voor mij ook beter dat je zo naar een bedrijf kunt gaan en zeggen van. We gaan dat hier niet per se op maat doen, maar ik heb dat al bij bedrijven gedaan. Dat zijn de stappen. Dat heb ik trouwens samen met Kelly, hè, Kelly van Meldert helemaal uitgewerkt. Ik denk dat we daar twee uur of drie uur mee bezig geweest waren. Nu, we zaten in een traject, dus ze kenden mijn verhaal wel. Maar ineens hadden we het en we hebben dat samen bewerkt en we hadden het. En van daaruit hebben wij nu gewoon dat traject waar ik nu mee aan de slag ben. Maar ik tweek dat nog altijd, hè. Uh, ik steek daar nog altijd nieuwe dingen. Ja, dat is ook het leven van een ondernemer. Voor mij is het ook geen eindpunt. Hè. Maar uh, dat ik de, de waarde van duurzaamheid en van daar iets mee doen... en vooral ook van impact te willen maken... en, en iets na te laten op deze wereld en iets te veranderen... die, die, is, die, is, die, is, uh, die is er en dat was een soort epifanie en die wou ik vasthouden. En van daaruit komt al de rest. Dus wat ik dan juist doe, dat kan nog veranderen... Hè. Ik maak hmm. ook die podcast en dat vind ik ook super tof um, om te doen. Dus, dus de, dat zou ook een piste kunnen zijn in de toekomst. Allee, er is van alles en ik, ik zeg tegen niks nee en tegen veel ja. En ik voel dan: vind ik het leuk of niet? En als ik het leuk vind, dan doe ik gewoon verder. En als ik het niet leuk vind, dan stop ik ermee. En deed het je voor jezelf. Um, pakt hij, je zegt: ik wil een impact maken. Heb je dat voor jezelf, zo van oké, okay, heb zo van die ondernemers, hey, of... Hey. Ik wil een, uh, ik weet niet, ik zeggen, ik wil Tom Husson, uh, die, uh, ik, ja. Uh, ja, die... Die zegt zo, ja, ik wil, uh, I want to, hoe zeg je dat weer? Ik wil one billion people of zoiets uh, uh, raken ja. of, of het een of het ander. Er is dus er net zo'n massive, uh, audacious, ja. Harry van gemaakt... Nee, heb er, er nog een ander, die Mo Gaudat of zoiets, die een ex man, die zegt: uh, I want to make one, million people, one billion people happy. En je voor jezelf zo, dat ook uitgedrukt, wat dat is dat impact, man? Bent u tien, jaar, uh, nee, ben tien ik, jaar bijvoorbeeld? Ik ging bijna zeggen: nog niet. Uh, ik heb al een tijd gedacht dat ik dat inderdaad moest hebben, zo'n big, hairy, audacious goal. Uh, en ik heb wel iets, ik ga dat direct vertellen. Maar ik heb dat niet gekwantificeerd, omdat de strever in mij komt dan naar, naar voren en dat is geen goede. Dat is uh, allez, als die vooraan in de bus zit, uh, zoals mijn vriendin dat dan zegt. Dan <laughs> dat komt niet goed, dan zijn uh, ze niet meer met de juiste dingen Dan ben ik niet meer bij mezelf, ben ik niet meer authentiek. Dus nee, ik heb geen cijferlijk um, uh, impact. Ik heb wel twee andere dingen. Hè. Dus qua big, hairy, audacious goal zeg ik altijd. Ik droom ervan dat er op een bepaald moment geen beursnummer is waar dat bedrijven worden gemeten op basis van hun, hun uh, financiële aandeelwaarde. Uh, maar dat bedrijven worden gemeten op basis van hun, hun efforts om uh, de planeet beter te maken, maar ook sociaal. Dus voor mij spreken die twee, twee componenten, hè. Dus het sociale en het planetaire. En daar droom ik, ik eigenlijk wel van. En eigenlijk zijn we in die richting aan het gaan. Hè? Want de EU legt daar nu echt wel richtlijnen rond op. En, en allez, je kunt er over discussiëren of dat goed of slecht is, nee. whatever. Maar, maar, maar we gaan wel ooit ergens komen waar dat je kunt gaan meten... van dat bedrijf is, is zoveel in impact aan het maken. En dat, dat is echt wel een droom... Um, maar dat is dan niet specifiek voor mezelf. En voor mezelf heb ik, ik, wel, um, heb ik, ik wel de bedoeling om impact te maken door een aantal ja, organisaties te steunen. Ik ben momenteel, dit jaar heb ik mijn focus gelegd op Stichting Pelicano, ik ben daarmee in contact geraakt en ik wil die ondersteunen. En ik heb een plan voor mijn bedrijf, ik wil zoveel omzet halen en dan zoveel procent van die omzet gaat naar Stichting Pelicano. Uh, dus dat wel, maar... Allee, ik vind het een gevaarlijke. Hè? Voor mezelf, hè? dat is voor iedereen anders. Hè? Je hebt mensen die dat nodig hebben. Zo'n cijfer waar ze naartoe werken. Maar, maar ik merk dat dat bij mij niet werkt. Ik, uh, ik, ik moet, ik wil dat, ik, het is wat we daar juist zeggen. Hè? Als je dicht bij jezelf wilt blijven, dan moet je ook wel nadenken wat motiveert mij. En wat mij dan motiveert is meer gewoon ja, wat vind ik leuk. En dat, dat is superbelangrijk. Want vanuit wat ik leuk vind, kan ik andere mensen gaan inspireren. Ja, het is omdat er toch passie vrijkomt. Het is die passie die inderdaad... alleen het is ook dat je zegt, hè. Als je kan mensen inspireren, dan, dan gaan mensen in actie schieten. En dat is uiteindelijk wat hij wilt. Hij raakt hen ja. in hun hart. Ja, dat is wat ik probeer te doen. En ik vind dat niet. Ik vind het... Eigenlijk is dat ook een beetje raar om daar een cijfer op te plakken. Want als ik bij wijze van spreken een bedrijfsleider van een bord van 7000 man kan raken in zijn hart en kan inspireren om aan de gang te geraken. Of dat is een bedrijfsleider van een bedrijf van 10 man. Wat maakt dat uit? Er is een soort olievlek die ontstaat en er is een effect op mensen. En I don't care hoe groot of hoe klein dat, dat bedrijf is. Als ik maar. Ja, als ik maar mensen in hun hart kan raken. En dat, dat vind ik belangrijk. Ja, het is dat. En, je, en, ja. die, sur en die surrender. En uiteindelijk ga je. Um... Ik denk ook niet dat mijn Mah hand die bezig was van. Ik hoef je mensen gaat nu raken om te zorgen dat ze. Uh... Dus die deed die, voilà. die, die gewoon. Maar dat, dat is natuurlijk, hey, voor de mensen die zo heel uh, goal-oriented zijn, is dat natuurlijk een. Uh, um... Kan hoe, hoe, ik er iets helemaal anders vragen? Hoe, hoe kijk je eigenlijk um, uh, naar de beweging dat er meer vrolijke energie, ik ga nu energie noemen, ik heb niet gezegd de gender, hè, dat er meer zo'n shift komt voor vrolijke energie in te gaan zetten en dat dat ook meer en meer toegelaten wordt? Ik weet niet waarom ik die vraag stel, daar kom ik op een keer in mijn op. Hoe kijk ik daarnaar? Ja, ik, eerlijk gezegd kan ik dat alleen maar toejuichen. Want ik, dat zorgen waar we het daar juist over hadden, eigenlijk als je kijkt naar duurzaamheid als topic, dan gaat dat eigenlijk ook over zorgen. Zorgen over de planeet en over de mensen en de, de dieren en alles wat, daar, wat daarop zit. Dat klinkt nu even fluffy, maar eigenlijk gaat het daarover: over eerlijke verdeling. Over, hè. En, en het zorgen is nu eenmaal. Iets dat, dat, dat hè, aan de, de vrouwelijke energiekant uh, veel meer tot uiting komt. Dus ik ben ervan overtuigd dat los van gender, hè, dat hoe meer dat we met vrouwelijke energie in de wereld komen, hoe meer dat we ook duurzamer gaan zijn. Klopt. Want hoe meer dat de mensen gaan zorgen en gaan ja, minder, op zich, minder individualistisch en vooral kijken naar een geheel en naar een gemeenschap. En als je dat begint te doen, dan is duurzaamheid een bijproduct. Want dan is het maar logisch dat je voor elkaar zorgt en dat je zorgt dat er een sociaal fundament is en dat er een planetaire grens niet overschreden wordt, want je zorgt voor elkaar. Dus uh, ik ben daarvan daar, uh, overtuigd dat dat superbelangrijk super is. Ik moet wel zeggen dat ik daar ook zelf een hele oefening heb in moeten doen. Want ik was vroeger. ...overtuigd dat ik vooral heel, uh, man, heel veel mannelijke energie moest uitstralen... ...en er moest staan en witte en string en allee, zo. Hoe moet ik dat zeggen? Ik had dat wel zo, dat rolletje, dat masker... ...dat was voor een deel wel heel wat mannelijke energie. Uh, omdat, ja, ik weet niet waarom, ja, weer zoiets dat opgelegd geweest is. En dus hoe langer, hoe meer dat ik dat kan loslaten... ...hoe meer dat ik ook wel merk dat die vrouwelijke energie de bovenhand mee neemt... Want ik ben een zorger. Ik ben een beetje een pleaser ook wel. Maar ook vooral echt een zorger. Dus hoe meer dat ik dat toelaat, hoe dichter dat ik bij mezelf ben. Dus um, ik, ik heb wel heel veel vrouwelijke energie. die nu naar, veel meer naar boven komt dan pakweg vijf jaar geleden. Omdat ik toen vond dat je dat vooral niet mocht tonen. Hè? Zo, allee, ja, typisch, dat, dat speelde uh, typisch, toen toch ja, Zeker als je dan zegt dat je teamleden en dergelijke meer. En dan een In de IT, hè? Ja, dat ja, is dat. <laughs> niet de meeste uh, nee, vrouwelijke energie sector. <laughs> nee, nee, dat klopt. En dat is inderdaad... Uh, dat is weer dat, hè. Dat is onbewustzijn en je denkt dat dat, dat zo moet. Waarbij dat ja. mensen weer die man, mannelijke masker... En ik ken over energie, ik ken het niet over, uh, over man of vrouw als gender... Um, maar wat ik wel zie, hè, wat ik wel tof vind, hè, ik zie dat bij jou, maar ik zie dat bij heel wat mensen rondom mij, dat ik... Um, again, law of attraction. Je trekt natuurlijk mensen aan die, dat, die dat op jezelf de frequentie zitten, maar daar zitten heel veel mannen bij die in touch zijn met hun vrouwelijke energie. En dat vind ik zo prachtig om te zien. Um, da, 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 er zijn er heel veel hè, die, dat, die, dat, die dat hebben en die dat beginnen toelaten. En dat vind ik wel een enorme verandering. Nu, is dat nu een verandering die effectief gebeurt? Of is dat nu omdat ik gewoon zoveel mensen... Hè, omdat ik die aantrek omwille van de law of attraction. Dat kan ik niet zo goed um, statistisch becijferen, laat we zeggen. Maar ik merk dat wel, dat ik heel veel mannen rondom mij heb die echt wel ja heel veel vrouwelijke energie uitstralen willen zorgen willen daarmee bezig zijn en zich daar ook goed bij voelen en dat en dat durft te ja. tonen ik dat vooral bij mij is het vooral dat dat, dat ja. um, alleen moet ik gaan zeggen je kunt letterlijk en ik hoor dat van zo'n beetje vanuit mensen uit de meer spirituele communities zo van um, je kunt letterlijk wel in sales zitten dan een bepaalde sales management rol hebben, gitarist zijn, podcaster zijn, en dan mediteren en daarover en, en bewust bewustzijn babbel. En dan die vrolijke kant ook zo, omdat dat kan alle twee, maar dat is de thrill, dat ik door bepaalde mensen als echt een half van worden beschouwd. Dat is dan echt super grappig. Terwijl dat ik dat zelf niet vind, dat dat, ik heb daar wel zelf voor, binnen coach jaren voor geweest, voordat ik dat kon, want ik had dat ook nodig voor mijn privérelaties, privé want anders ja, was alles een target. En om te echt te kunnen verbinden. Ja, maar ja, dat is zo hè. En um, voel echt die balans te, te hebben, voor ze, zowel de mannelijke als de vrouwelijke kant te kunnen eren. En zijn zin voel ik het ook veel meer mezelf, omdat ik ook voelde dat dat. Ja, dat klinkt ik nu heel cliché, maar ik voel me. Ik, als ik een andere man bezig zit, dan denk ik van ja, that's not my tribe. Ik bedoel, ik ga, ik voetbal. Ze waren van vandaag bezig over. Wie uh, was de company? Onze CEO was erover bezig. Nota bene, vrouw. Ik zei geen hey, idee waar we dat. I don't care. Weet je. Ik had dat salsa gedaan, speelde muziek en al, dus ik, dat, dat, zit er, dat zit er altijd al in, lezen bijvoorbeeld. Terwijl dat, 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 dat pindringt, mannelijk. Pas op, kijk, vroeger hadden ik nog altijd feestjes bouwen, en voor de boel af te breien, daar niet van. Maar ik ken, ik ken, ik ken niet dat dat, dat, dat zegt me niet zo heel veel, zie je? En ja, vandaar ook dat je dan denkt: ik ja, voel me nu op mijn plaats zo. En, het dan inderdaad ook ik... vrouwen qua gender die dan ook zo heel die mannelijke energie hebben dat je denkt van is meer een man dan een, dan een vrouw qua energie? Ja. Ja. En dan is de vraag nog is dat een masker of is dat echt? Doe, dat, wel, dat is dat is ja dat, dat, dat is Maar goed, um, iedereen heeft zijn nee. Maar proces. is dat niet moeilijk? Dat... Want dat vraag ik me soms wel af. Voor, hè? Want wij vrouwen. Uh... Bedoel je met moeilijk? Wel, voor vrouwen, om over hun vrouwelijke energie en die kant te praten, wij vinden elkaar daar wel in. Dat is eigenlijk, en het, is me, het is redelijk... Ik ga niet zeggen dat het gemakkelijk is, maar ik, ik vind het toch gemakkelijk, eh, vrouwen, om daarmee te kunnen, daarover te kunnen praten. Maar ik denk dat dat als man, en ik hoor dat wel nog van een aantal andere mannen, dat dat wel niet gemakkelijk is om, als je dan zo een man bent die inderdaad in touch is met zijn vrouwelijke energie, om daar... Over te kunnen praten met elkaar. Met, dat hoeft dan niet per se met een man te zijn, maar ik denk dat dat niet gemakkelijk moet zijn. Dat wij het daar makkelijker mee hebben als vrouwen. Um, ten eerste, ik babbel dan niet over mijn man. Of, buiten, buiten in de mannelijke coach. Maar ja, die mens is sowieso al. Dat is, die mens is bijna het seemt, of is al het same, of over de Dus Die, die wordt sowieso, sowieso al door de maatschappij als super raar worden omschreven. Maar weet je, zoals ik daarnet ook zei, ik ken een. Ja. Hij je daar vast op een podium, bedoel, of is zijn een micro in een hand, dan een bepaald ding. Sowieso moet het. Die, 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 ik wat je dacht, dat vrouwelijke is dat, dat, dat ethische, dat, dat verzorgende, de esthetische bedoel ik, niet ethische, esthetische bedoel ik. De man is dan de actie. Ik bedoel, maar de twee aan elkaar nodig. Ik bedoel, het, 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 dan het vrouwelijke die dan gewoon kijkt naar de schoonheid, maar er is geen actie. Maar gewoon actie, onder nemen, gewoon actie om actie te ondernemen, dat zijn gewoon, ja, dat is dom. Hè. En, um, Dus. Oh, ik heb er vooral ook een podcast, hé. <laughs> dus, ja, ik hoor, ik, 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 ik was daar zelf niet bewust mee bezig, maar ik hoor dat daar van bepaalde vrouwen, ja, ik vind wel tof Of dat je daar zo vooruit vooruitkomt, dan denk je, ja, oh, ik kom je dan vooruit. Maar ik krijg dan ook van man die bevestiging. maar als gevolg van. Dat is zo uh, een beetje het effect van dat er een fuif is, hè, maar er durft niemand dansen. Totdat de eerste danst mm -hmm. en dan is het in een keer. En zo denk ik, dan denk ik zoiets van ja, pff, weet je, ik ken dan zo dan veel optreden. Ik heb geen probleem om eer als eerste te dansen. I don't care. I don't give a fuck anymore. Dus whatever dat ze denken. Dus dat, dat is zo Nee, Maar het is niet bij mij dat dan nu zo. ja, Het zijn ook mensen die alleen maar in dat, dat ene zitten of in dat andere zitten. En ik denk dat vooral dat is dat dat bewustzijn is. En als je dan een. een inspiratiebeeld kan zijn naar anderen toe. Bah, tof, hé? Ja. Je zegt het zelf, je wilt impact maken. Ik wil ook impact maar ik wil impact maken op mensen van... Ik was er net over passie bezig. Ik wil ook dat mensen leven, leven volgens passie, en dat is niet overleven, wegens allerlei toestanden dat ze denken, van hm. moeten zo of zo gaan leven, volgens de ouders of, of whatever, de maatschappij. En, en toch vind ik dat je dat ook moet durven tonen, en, en zoals dat je zelf ook zegt, ik... Ik trek daar eigenlijk alleen maar positieve vibes en mensen mee aan. Want anders. mensen luisteren toch niet naar die podcast. Ja. They don't give a fuck. En ja, dat ja is het enige wat er wel is, wat ik voel, is dat toen ik, ik vorige week dan op die sales community zat, daar voel je het extreem. Daar voel je echt zo de twee werelden tussen de ik doe het voor de money en eh, de targets en de personal contribution bazaar toestanden. En aan de andere kant meer de vrouwelijke energie van echt vrouwelijke leider. Die dan echt zijn van, hey, we do it together. Hij ziet dan ook mannelijke verkopers die zeggen, ik, moet niet, ik wil niet werken in dat soort dingen. En ik moet ook wel toegeven dat het, ik wil niet vooral gemeen, hè, maar hij ziet het wel bij meer jongeren. Meer jongens zijn op zoek naar dat purpose-driven, naar dat value-driven. Ik zie dat ook bij Drop Solid, die, 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 die sfeer die het inderdaad dat Oh, dat ik een de corporate app doet, ik even wat geld. Moet dat ik het doen, dat je weet wat dat is? En dan voelt te zien: het is je ding niet. Beter, I'm having fun. Ziet? Dat, heb je dat niet gezegd en hij niet moet betalen hè? dat heb je gezegd en maar je voelt dat wel dat, dat daar voel ik dat wel dat er dan shift is die, die corporate uh, male toestand versus dan die meer start-up scale up die vrouwen die 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 echt in hun vrolijkheid staan maar ook die mannelijke power en ja en ja ik vind je daar ja ik vind je dat, ja ik vind je dat, moet je dat gaan zeggen het is alle twee nodig. Hè? het is niet, het is niet het is ja. effectief voor alle twee nodig en ja, ja, want allee, er moet inderdaad ook die daadkracht, waar we het daar helemaal in het begin over hadden, die moet er ook zijn. En, uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat, dat mensen leren of zich bewust worden van het feit dat je dus. Uh, dat je ja, moet, je moet niks. Maar dat je ook kunt nadenken over wie dat je bent als mens. Over je vrouwelijke en je mannelijke energie. Want iedereen heeft een beetje van beide. Hè? De een dan meer van het een dan van het ander. Maar iedereen heeft de, de combinatie. Maar dat je daar ook wel gewoon in touch mee bent. Hè? Dat je daar mee in te rijden bent. En, en, en dat is iets dat toch wel nog veel meer beter kan. Hè? Natuurlijk. Uh, en als zeker we, bij en, mannen. En, hè? Natuurlijk. En als we dat trainen, Zeker bij mannen, kan ik net zeggen... Ik bedoel, de emoties en al van die toestanden... Dan, dan gaan ze niet weglopen van een of ander moeilijk gesprek. In hun hoofd niet. En dan gaat de wereld er ook veel beter uitzien. Dat ze trouwens ook veel meer seks. Aan, maar kom. En... Um... Dat is waar! Ja, bon. Um, ja, dus dat... dat, maar dat maar, maar het is, het is voor mij is het echt Het is dat, en het is met het feit dat heel veel vrouwen denken, doordat ze zich heel mannelijk dienen te gedragen... Dat dat de ticket is toe, met alle gevolgen van dien. En ik ken er ook zoveel gekend. Ik ken er ook zoveel dat ik denk: oei, oei, dat onder, onder, dat, onder dat masker of onder die dingen zit er ook wel uh, een en ander die mag hoop, mijn broer, wordt. Maar ja, goed. Ja, you have to save yourself. Hè. En je moet zelf verantwoordelijkheid opnemen voor je leven. Hè. Dus dat is een proces. Hè. Ja. Voilà, maar door deze hier te doen, en we nu al hè, de hele tijd over aan het praten zijn, kunnen wij hopelijk ook wel wat mensen inspireren. Hè. Daar geloof ik wel in. Ja. Ik durf wel... Hey, er zijn mensen, mensen die er voor openstaan, die gaan hier wel iets kunnen uithalen en die kunnen daar dan wel mee aan de slag gaan. En dat denk ik wel dat mooi is aan, aan hetgeen wat we allebei doen. Als je wilt impact maken en je inspireert mensen met hetgeen wat je doet, dat is wel prachtig. Hè? Dat is fantastisch. Ik heb, en tegelijkertijd heb ik dat wel dienen te leren, omdat inspiratie vroeger bij mij... Dat dat zo iets heel vies was zo... Ja, wat, zie je dat nu, wat brengt dat nu in de kop? Terwijl inspiratie letterlijk is de spirit, heet, dat spirit in, wat je inderdaad de spirit overbrengt. En in sales ook, he, Je kunt geen veel features en functionaliteiten smijten op de ander zijn kop. Maar uiteindelijk, als je iemand raakt in zijn, zijn of haar hart, transformeert, letterlijk, wat is het, wat dat inspiratie doet, he, Dat is een bepaalde ingeving, iets dat klikt, en je denkt... Oh, ja... En dat kan één zin in, in heel dat gesprek dat we hadden: en zo van, ah oh ja, ja oké. Okay. En dat je dan die actie ja. onderneemt, zo, die echte actie ja. door die geïnspireerde door die ingeving. Ja, ik heb zo'n ene klant van mij die zegt dat vaak, en dat is het schoonste compliment dat ik kan krijgen, vind ik. Hij had mij eens horen vertellen over wat is duurzaam ondernemen op een, op, een, op een lezing online toen, hè, corona. En uh, hij zegt dan nog altijd, van, ja, het, is, het is met dat ik u dat hoorde vertellen, dat ik besefte wat dat ik eigenlijk bedoelde en wat dat ik in mijn strategie wou opnemen. Duurzaamheid. De, het was toen pas dat dat een naam kreeg. En we zijn ondertussen al een hele tijd samen aan de slag in een traject om binnen zijn bedrijf die duurzaamheid en duurzaam ondernemen, om dat echt he, handen en voeten te geven in een actieplan en strategie. Maar dat is het schoonste compliment dat je kunt krijgen, want daarvoor doe ik ook... Wat dat ik doe, hè. daarvoor maak ik die podcast, daarvoor maak ik die lezingen. Ik probeer zoveel mogelijk te vertellen. Wat is het omdat mensen dan zo ineens zitten hebben? Ah, ten, ten, enerzijds maakt het heel groot door te zeggen: van het is echt wel dat en het is een waarde. En, en je, you have to live by it, dat is één. Maar anderzijds maak ik dat tegelijkertijd ook heel klein door te zeggen: van. Je maakt daar je eigen saus van. Je maakt daar je eigen verhaal van. Je hoeft niet te doen wat al die andere bedrijven doen. Doe maar wat dat jij wilt. En mijn klein is ook al goed genoeg. En, en dat is een heel. Uh, daar ben ik zelf rotsvast ook van overtuigd ten eerste, en dan werkt, allez, dat werkt, dat klinkt nu een beetje vies, maar dat werkt ook wel, mensen voelen daarvan dat ik daarvan overtuigd ben, dus mensen hebben zoiets van, ja, daar geloof ik in en zo kunnen je dan samen aan de slag en dat zijn toch de prachtigste klantenrelaties dat je kunt hebben hè? Ja, en dan gaat alles van hetzelfde, dan is alles flow, hè? dan is dat, ja, die passie ook al, je ziet dat een paar keer in het gesprek dan ook, als je aangaat en die passie schiet aan dan krijg je hoesting om direct kom, we hier duurzaam worden, kom we gaan eraan beginnen. Ja, maar dat is toch zo. Dat is. Ja. Ik ken ik ooit zo'n klant gehad die uh, in Turnoot zat. Ik ga het nooit vergeten. En die in een lead developer. die begon zo vol passie te vertellen over uh, um, Latijnse teksten, Bijbelteksten of zoiets. Dat ze met een of andere zoekmachine moesten terugvinden. En die deed dat met zoveel passie. Dat is de meest saaie materie dat er bestaat. Die mens kostten dat met zoveel passie vertellen. Dat je gewoon zoiets had van. Geef mij een Latijnse tekst. Dat ik denk van... Ja. Wat een soort leven zijn zonder passie, zonder vuur, jongen? Echt, hè? Ja, en, en toch zijn er heel veel mensen die dat niet mogen ervaren. Eigenlijk is dat spijtig. Ja. Ja, die geleefd worden, hè. dat is inderdaad... Uh, ja. Die eigenlijk klein, en misschien... eigenlijk klein leven zelfs. Ja. Ja, en we zitten nog niet aan die 10% waar je het over had met je exponentiële... Daar zitten we nog lang niet aan en, en dat is gewoon heel spijtig. En dat, ik probeer ook wel um, dat te brengen. Hè, van, uh, in mijn podcast, het gaat niet alleen over duurzaamheid. Hè. Duurzaamheid is zeker de rode draad, maar iemand zoals, zoals jij die daar dan in komt of iemand zoals Ina die daar dan in komt, dat zijn gewoon mensen die dat ook wel gewoon zwart, azé, zwarte sneeuw... Nee, ik heb dat lezen. Niet per se, hè, maar gewoon... Maar die gewoon, stopt, die stopt hè, dacht ik. Um, ik weet niet of ze echt gaat stoppen, maar ze zoekt inderdaad wel uh, hulp. Ja. Oh. Maar echt stoppen, zo heb ik dat niet geïnterpreteerd eigenlijk. Ah, want ik las ik een artikel dat ze um, Ina Quint nee noemt ze ze? of. Ja, 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 de Quint. Ja, de Quint excuseer. Uh, ja. Waarbij dat ze, wat is dat, uh, single mom of zoiets met twee kindjes en. Uh, ja. ja. En ze heeft nu haar cv gepolished ja, en ze dat, gaat inderdaad wel dat. op zoek naar, op freelance basis. Maar ik denk dat dat een, een add-on gaat zijn, ze, op de Captain Cork. Want op zich uh, is dat wel een uitdaging, maar draait dat wel. Hè? Maar ze is daar minder en ze heeft ervoor gezorgd dat ze daar minder in nodig is, volgens mij. Dus ik denk dat het zoiets is. Maar misschien moeten ze eens uitnodigen, hè. Ook iemand ja. die heel... Uh, ja, heel wel, uh, die staat ja. al een heel tijdje op mijn uh, vizier. We um, zijn verbonden op social media en ik like haar, haar posts en al. En ik vind... Maar ik wil niet weten <laughs> de lijst van Hassan dat je nog hebt, jong. Zeg, maar man, je moet er eens wat doorschuiven naar mij, want uh, ik heb nog niet zo'n lange lijst. Maar ja, bij mij is het echt... Iemand die iets te vertellen heeft over duurzaamheid. Hè? Dus, uh, maar kijk, wij hebben dat ook naar ons hand gezet, hè, Peter. Wij hebben, hè, mensen denken van, oh, maar ik ken daar niks van. Maar dat is helemaal niet waar, hè, want je hebt... Een super interessant, uh, hè, mensen hebben daar al uh, keihard veel feedback op. Ik weet niet of geld feedback gekregen maar ik heb al heel veel feedback gekregen want mensen die zeggen: Ah ja, dat is ook duurzaamheid. Ja, ja. Well, ik heb vooral veel feedback gekregen over het feit dat, uh, dat is iets dat ik wel ik, vaak krijg: uh, dat typische, zeker in België, dat typische salesdingen, zo is is typisch die, die Wall Street, dat slik. En, en dat mensen, well, dat verkopen is niet voor mij, maar als ik dat dan vertel, is dat ze van oh ja. Nou ah ja, maar dat, dan, dan, uh, dan, vind je dat ook tof voor. Uh, ah ja. <laughs> Is dat ook zo? Ah, dat kan ook zo. Ja, dat kan ook zo. Ja. Ja. Um, uh. ja. Ja, ja, ook weer. Ik keer me veel plezier gasten Deel dan niet van. Uh, um... Mag ik je nog vragen. Nu, Joseline, hoe jong ben je? Oh, Peter. <laughs> 42. Zei ze met een zwoele stem. <laughs> Als we nu teruggaan. Ja. En. Waar heb, je in, waar heb je in Antwerpen gestudeerd? Of in Leuven of in Brussel? Of in, Leuven. in Leuven. Leuven. Kijk eens aan. De bondgenoten Laan. Ja. En de Oude Markt en de Grote Markt. Uren dagen en nachten versleten. Ik vind het fantastisch Leuven. Ik, eh, Echt, ik ook. Ja. Ik, eh, maar we hebben vandaag nog voor bezig op kantoor. Ja. Gent, Gent. wauw oh, Gent tof. En tof stad, hè? Super. Hè? Studeren, Leuven. Ah. Baf. Uh. Ja. Allee, kort en op. Ga je dat toch wel? Ik heb een goede herinnering aan. Nu, um dat we gingen, ging dan naar, 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 naar de, ik weet niet, naar de HDR of naar de, ik weet niet wat, het kan moeilijk zijn, naar de Confrere, want dat was echt HDR, voor de HDR, daar slag. mocht ik niet binnen, hè? want HDR, dat is het huis, de rechter, daar mochten wij als economisten niet binnen. Dus wij gingen naar de Dulce. Naar Dulce, ik ken dat, ja, een dulci, ja. ja inderdaad. Ja. Dat werd, voor mij werd dat eigenlijk dat ze als een klein beetje een DNA-account, maar kom. Maar ik, ik... Ik, ik studeerde... Ik had ook economie en dat was... Uh, ik ging wel naar de HTR. Dat was gewoon dichter bij ons kot. Um, <laughs> dus ja, ben, whatever. En... Um, maar stel je nu voor, de doeltje, we gaan hè? En, um, we er naartoe. En naar ben daar een paar keer geweest. En we komen de Josse tegen, die 18 is. Die net in Leuven toekomt. En um, die benadert ons. En die zegt, uh, hartjes Vertel me een keer een levensadvies. Whatever. Professioneel, privé. Josselijn van 42, wat is jouw antwoord? Amai. Ja. Ja, ik denk, Hoewel dat ik niks van alles wat ik gedaan heb, dat ik daar spijt van heb, zou ik toch wel tegen de 18-jarige Jocelijn zeggen van toch... Dicht bij jezelf te blijven. En vooral eerst te gaan zoeken wie zij zelf Voordat je gaat complaaien aan alle sociale normen die er zijn. Ik mm. uh, denk dat dat wel. Uh, again, ik heb mijn pad gekozen en ik heb daar heel veel uitgehaald ook. Hè. Maar ik denk dat ik toen totaal niet bezig was met wie ben ik, ik zelf en wat vind ik, ik belangrijk. En, uh, dat zou ik echt wel veel meer aan mezelf hebben willen zeggen toen. En dat doe ik nu ook, want ik, ik werk een um, uh, paar dagen per maand voor Kronos. Oh, wij organiseren elk jaar een hackathon en daar komen dus elk jaar studenten naartoe, uh, veel studenten. En ik zeg dat ook altijd tegen die studenten: maar waar word jij nu blij van? En dan kijken die zo naar mij van. De sporadische heeft daar al eens over nagedacht, maar ik stel die vraag wel altijd. En dat, dat is iets dat ik tegen mezelf ook had willen gezegd hebben op die leeftijd. Van, voel eens waar je blij van wordt. Want als ik heel eerlijk ben, hè, als ik aan het studeren was als, als hand, voor handelsingenieur, toen hadden wij ook vakken die rond duurzaamheid gingen. Hè, en dan was ik daar toen al wild van. Serieus? vakken uh, rond duurzaamheid? Ja, ja allee, in economie kwam dat dan wel aan bod. En uh, in, uh, ik weet dat we dat in um, bepaalde. Ik deel uh, internationaal zakenwezen of zo. Daar kwam het ook wel aan bod, hè, een duurzame handelsrelatie en dergelijke. Dus dat, dat sprak mij enorm aan, die zaken. En um, er werd ook wel vaak, allee, vaak er werd ook wel over ontwikkelingssamenwerking en zo gesproken. Dat waren allemaal dingen die mij aanspraken. Maar ik heb daar nooit iets mee gedaan. En dat, een ontwikkelingssamenwerking. Ik ga er nog iets mee doen, maar ik weet nog niet wel? Ik wil daar ook iets mee doen, maar. Uh, ik weet maar het, zal nog niet wat. het zal niet de klassieke manier zijn, dat weet ik al sinds. Maar ja, kijk, natuurlijk, kijk, ben ik heb mijn eerste gitaar weggegeven aan een organisatie in Gent. Voor in Afrika, ik heb een versterker zijn, even pedaal. Uh, het dat is een van die gasten van, van Showpad. Allee, het zit in die sfeer. Uh, de voorloper van Showpad ja. in de pocket noem die gasten, met, een, met een social media ding net, netlog. Dat was het. Een van die gasten, ja, ja. die het Realo, die zit in zo'n organisatie, die zo... Ja. dan over verschillende organisaties gaan optreden, die dan scholen gaan bouwen in Cameroen, en weet ik veel wat allemaal. Um, maar dat is nog maar het begin. Ja. Ik iemand... zoek het moet wel wat dichterbij. ah ja, nee, er is nog iemand die ik ken, die, die dan... Uh, Internet wil brengen in Afrika om de hongersnood op te lossen. Zo van die crazy toestanden. Ja, ik vind dat wel wat te vinden. Ik vind het wel cool dat mensen dat durven zo, zo groot te denken. Want ik denk zo van, dat is ja. pas een Big hairy, audacious goal. Hè? Ja, ja, inderdaad. Dat is echt, echt, hè? Uh, ja, ik, ik zoek het wel nog wat dichter bij huis, in de zin van dat ik, daarom heb ik ook, hey, stichting Pelicano. Ik denk dat we niet mogen vergeten dat er hier in België ook nog veel armoede en miserie is. Um, en, allee, maar er is overal uh, miserie. Hè? Maar uh, daarom dat ik nu Stichting Pelicano steun. Uh, maar ik ben blij dat ik dat nu kan doen. En uh, ik zit daar ook totaal niet mee om, om een deel van mijn winst daaraan af te geven. Want ja, nee. dat is bij ons uh, de rest ik... gaat toch naar de overheid. Hè? <laughs> ja, het hoe het. Ik vind dat ook heel erg. Dat, dat, dat is ook dat karmisch. Hè? Dat is dat. Daar loop ik, ik heel hard in een deel afstaan. Aan... Allee, het leeft in overvloed. Hè? Ja, hey, wat is dat in overvloed? die goed, hè? Ja. Dus, uh, maar ik, ik, dat motiveert mij ook wel, hè, want ik, ik heb daar ja, wel een, een ja. ambitie rond en dat motiveert mij ook. Want mij zouden niet kunnen motiveren door te zeggen: je moet zoveel sales halen. Maar omdat ik weet dat ik zoveel sales haal, dat ik zoveel kan doorschuiven, dat motiveert mij dan wel. En dat werkt goed. Ja, dat is. Ja, ja. ja dat is. Josselijne, ik wil jou bedanken. Dat is een gesprek dat ik geen idee had welke kant het ging uitgaan. Het is dus dan ook een heel andere kant uit te En ik vond het wel een super, super leuk gesprek. Ik ook, Peter. Echt wel. Ja. Bedankt. Bedankt jij ook voor de uitnodiging. Het was heel fijn. Ja, het heeft wat aarde in de voeten gehad. Hè, voor het in de duurzaamheid te houden. Uh, voor dat we bij elkaar kwamen. En uh, ik wil je wel bedanken ja. voor alles. Voor je energie die je meegebracht hebt vanavond. En uh, ik wens jou heel veel succes en geluk. En alsjeblieft. Verlies niet die passie en dat vuur in jou. Want dat is echt super mooi. Want daarmee ga je echt de wereld. Ja, hoe zeg je dat? Lighten. Dat is echt iets. Ik vind het fantastisch. Dank u. Oh, zo lief. Merci, Peter. Dank je wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker de review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com/slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.